Jullie heeft allemaal hives. Nou, dat komt wel overeen ongeveer met de cijfers, hè? Want 80% van de kinderen tussen de 8 en de 15 jaar heeft hives. Dinsdag gaf agent Iskander de Vries de eerste les op het Maurik College in Vught. Hij kwam op het idee van een voorlichtingscampagne door een tv-aflevering van Peter R. de Vries. Hij had een uitzending over een jongen van 12 die benaderd is via hives. En die man die had verkeerde bedoelingen. En ik heb die uitzending gezien en het raakte me. Dus ik heb contact gezocht met de redactie. En die werden ook eigenlijk meteen enthousiast om er een voorlichtingsfilm van te maken. Die geschikt is voor de jonge jongens en de jonge meiden. De film waarschuwt jongeren voor de negatieve kanten van sociale netwerken als MSN en hives. Je merkt wel dat er meer misbruik gemaakt wordt ook van hives. Niet alleen een volwassene naar een kind toe, maar ook leerlingen onder elkaar. Die het gebruiken om mensen te bedreigen of om te pesten en te plagen. Het gros heeft allemaal goede contacten via hives en is er helemaal niks negatiefs aan. Maar je hebt ook mensen met verkeerde bedoelingen. En dan moet je weten wat je moet doen. Zo kun je je profiel blokkeren. Maar je kan ook contact opnemen met hives. Stel nou, er is een netprofiel van je aangemaakt. Iemand die mag jou niet, die meldt een profiel aan bij hives onder jouw naam. Dus op het moment dat ik op jou ga zoeken, typ ik jouw naam in. En dan komt dat profiel naar voren en dan ga ik ervan uit dat jij er bent. Maar die zet er vervelende foto's op of vervelende teksten of iets dergelijks. Dan kun je contact opnemen met hives. Hives.nl/help. Sommige jongeren uit de klas zijn wel eens lastig gevallen via MSN of hives. Er was een jongen. En die had het over vieze dingen waar ik niet zo blij mee was. Maar toen heb ik hem gewoon weggeklikt en verwijderd uit mijn vriendenlijst. Nienke heeft 600 huisvrienden. Er gebeuren altijd wel kleine dingetjes, maar nog niet echt van die spannende grote, net zoals je hier zag. Dat gaat dan allemaal wel eens wat makkelijker dan, zeg maar, als je het op het internet doet, dan merk je dan toch wel. Je durft makkelijker iets te zeggen en zo. Ze vindt dat er meer moet gebeuren tegen mensen die jongeren lastigvallen via MSN. Ik vind ook wel echt dat er echt beter aan gewerkt moet worden. Ik weet ook wel dat hives daar iets aan doet en zo, maar ja, er kunnen nog steeds dit soort dingen gebeuren en zo. Ook de school speelt een rol bij het goed gebruiken van hives. Nou, mocht dat gebeuren, dan proberen wij zeg maar, daar heel snel bij te zijn. We werken samen met de jeugdagenten, we werken samen met alle instanties. In school hebben we ook specialisten daarvoor. En proberen zo heel preventief bezig te zijn, zodat de kinderen zich lekker voelen op school en goed kunnen presteren. De politie wil deze lessen in de hele regio gaan geven.